Wow, ik vlieg in de Minecraft-ruimte. Wow, hoge. Oh, ik wist dat bidden tot de heilige kip je in hogere sferen bracht, maar dit is nou niet iets wat ik bedoelde. Oké, genoeg zweverige lul gehad. Yo, Vaco Gamers, Les hier. Welkom terug bij Near the Kingdom. Welkom terug hier op Atla. En deze keer is ik hier niet op eiland, maar op Atla zelf. En dat heeft een hele speciale reden. Eigenlijk een hele belangrijke reden. Niet eens zo heel erg speciaal, want dat gebeurt wel vaker hier in de Kingdom. We gaan ten oorlog. We gaan strijden. Tenminste, dat is het plan. Ik heb afgelopen week begrepen dat er op Krax een heilige kip gesignaleerd is. En jullie kennen het gezegde, waar onze kippen zich vestigen, daar vestigen wij ons ook. Of iets in die richting. Dat zal het ongeveer zijn. Waar onze kippen gaan, daar vestigen wij ons ook. Zo was hem. Ik ga eerst eventjes deze uitzetten. Hoppakee, chat, hidden. Zo, als van leidt het alleen maar af. En dat moeten we natuurlijk niet hebben, want ik moet belangrijke dingen melden. Vandaag hebben wij dus gehoord dat er een heilige kip gesignaleerd is op Krax. En dat kan maar één ding betekenen, dat wij op weg moeten gaan naar Krax. En daarvoor moet ik eerst al onze zooi mee sjouwen. Want wij hebben hier natuurlijk op het oude Atla een heleboel zooi verzameld. En ik ben nou een beetje aan het kijken waar wij onze wapens hebben liggen. Dat zou ik niet eens weten, daar hebben we al die tijd niks mee gedaan. Waar wij ons dure zooi hebben liggen, waar wij onze diamonds hebben liggen. Dat hebben we natuurlijk allemaal nodig, want als we een oorlog willen voeren, dan wil ik hem ook het liefste wel even winnen. Dus ik moet mijn zooi hebben. Enchanted Chisel, zit hier nog wat in? Protection 1. Ja, kijk, dat is natuurlijk ook niet echt alles, hè. Power 1, Efficiency 1, Smite Efficiency. Dit is het ook allemaal niet, jongens. Man, waar zijn al onze dure zooi gebleven? Heeft iemand hem gejat? Ik eens even kijken, even sneaky. Ik weet namelijk nog één plekje waar wij dingen verstoppen. En wat eigenlijk niemand weet, behalve ik en Tim. En Stavros dus, even kijken. Hoppa, en... Hoppa, zit hier nog wat in? Juist, Diamond, geef het me mee. Onze Secret Atlantische stash. Hoppakee, deze weer dicht. Klunk, niemand die het gezien heeft. Even Aquamers niet door vertellen, hè, dat wij dan onze Secret Diamond stash hadden. Sst, niet vertellen. Dan moeten we gaan gebruiken voor wapens en ander oorlogstuig. Want die paar helmpjes en zwaardjes die we hier hadden, wat was het ook alweer? Ja, kijk, hier kunnen we natuurlijk geen oorlog mee winnen. Hebben we hier niet al wat dingen liggen? We hadden hier ook nog tools. Weapons, armor, tools. Ja, fijn. 41 pijlen, that's it. Meer hebben we er niet. Dan kunnen ze natuurlijk wel proberen hun hersens in te mappen met de shovel. Dat is ook nog een mogelijkheid om oorlog te winnen. Hier zit niks meer in, hier zit niks meer in. Hier zitten ook nog twee pijltjes in, dat we die ook meteen maar meenemen. Laat ik wat hout meenemen. Daar kunnen we nog extra pijlen van maken. Als ik tenminste veren heb. Die heb ik niet eens. Volgens mij heb ik niet eens veren. Boekchisel. Leaves. Kijk, dat hebben we dan wel weer zat, hè. Blaadjes. Daar win je ook geen oorlog mee. Als je alleen maar blaadjes gaat gooien tegen de tegenstanders. Je moet pijlen afschieten. Dat is wat je moet doen. Je moet hun torens in de fik steken. Dat is wat je moet doen. Met een beetje paar, met een paar blaadjes kom je er niet. Ik had hier ook nog... TNT, is dat alles? We hadden superveel TNT. Waar is alles TNT gebleven? Fire charges. Ja, we hebben ook nog een paar van. We kunnen ook op zich nog wel pakken. Alles in de fik juken. Hier waren we geweest. Deze. Veertjes. Alle veren die we hebben, joh. Niet veel. Maar durf je natuurlijk geen kippen te plukken. Dus dan is het een beetje raar om veren te pakken. Nou, laat ik alle flints meenemen. Kunnen we daar op zich nog wel pijlen voor maken. Als ik op een of andere manier ook nog aan kippen kan komen. Hier moeten we niet zijn. Dampiedampiedam. Hoepadaa. Nou, dan hebben we alle zooi die we nodig hebben. Tenminste voorlopig. Ik heb ook al gevraagd aan de mensen van Atla die er op dit moment op zitten om zich voor te gaan bereiden op oorlog. Dus dat betekent veel XP verzamelen, veel stuff enchanten. Zit hier nog wat in trouwens? Donaties voor de heilige keep. Oh, nou, hier. Mensen hebben nog wat gedoneerd. Dank u wel. Waarschijnlijk komt dat gewoon uit mijn eigen voorraad en hebben ze het gewoon hier in die kist gepropt. Onder het motto, hey, we hebben gedoneerd. Maar zo werkt dat natuurlijk niet. Maar de mensen van Atla die zijn zich dus voor gaan bereiden op oorlog. Ze hebben heel veel wapens aangelegd. Ze hebben veel zwaarden gesmeden. Gesmeten, hoe noem je dat als je iets aan het doen bent in de smid? In de smederij, noem je dat dan smeden of smijden? Ik weet het niet, maakt maar niet eens uit ook. We zijn in ieder geval een wapen voor aan het aanleggen, want waar onze kippen gaan, daar gaan wij ons vestigen. En dat betekent dat we binnenkort onderweg gaan naar Krax.
Ik hoop dat ze dat een beetje leuk vinden daar op Krax. Want ja, het zou zomaar kunnen gebeuren dat wij dus binnenkort vandaag of morgen voor hun deur staan. Misschien ook niet zo heel slim om aan te kondigen dat we zijn aangevallen. Nee, dat was waarschijnlijk niet zo heel slim van me. Maar ach, wat maakt het ook uit. Het is Krax, weet je wel. Die kan echt eigenlijk helemaal niks. Krax, wat hebben ze nou? Ze hebben een dorpje, ze hebben een voorraadkamer en dat is het wel zo'n beetje. Oeh, het laat niet. Maar dat is het dus wel zo'n beetje bij Krax, weet je. Krax is net niet genoeg voorbereid op oorlog om het van Atla te kunnen winnen, denk ik. En jullie weten natuurlijk, ik heb mijn top secret armor nog liggen op eiland. Dus als ik die aantrek, dan ben ik gewoon onoverwinnelijk. Ik heb er zin in om Krax over te nemen. Maar Schaapje heeft er ook zin in. Ik zal het nog een keertje vragen aan Schaapjes. Schaapjes, hebben jullie er zin in? Ja hè, ik hoor kippengetok. Voor het geval dat jij denkt dat jij een kip bent. Nee, jij bent een schaap. Dus gedraag je ook als een schaap en maak schapen geluid. Hoppakee. Nou, we het toch over onoverwinnelijkheid hadden. Wij hebben natuurlijk het grote gouden ei van eiland. En David heeft het gisteren ook al gezegd in zijn Kingdom News video ding geval. Zolang Atla dat ei heeft en zolang Atla nog over dat ei kan beschikken en zodra en zolang dat ei veilig is bij ons, dus dat betekent dat er niemand aangezeten heeft, is Atla gewoon onoverwinnelijk. Het is een soort geluksbrenger voor ons. Maar ja, wie heeft er nou geluk nodig? Ik bedoel, we gaan ten oorlog tegen Krax, weet je. Hetzelfde alsof de Verenigde Staten oorlog gaat voeren tegen Liechtenstein. Weet je dat idee? Of tegen België, dat willen ze ook never nooit. De Belgen dan, hè. Amerika wint het natuurlijk met twee vingers in de neus. Ze gooien er gewoon twee atoombommen op en ze zijn klaar. Dat idee wil ik dus ook een beetje met Krax hebben. Dat we er op en eroverheen gaan. En dat we dan gewoon klaar zijn met Krax. Oude spinnenkelder. Gevaar. Plus veel XP. Oh, veel XP. Daar ben ik altijd voor. En ik zie daar wel mensen staan. Kijk, hier is Mr. Scoos. Is in zijn zwembroek bezig met XP farmen. Hartstikke goed. Mr. Scoos. Hoe zwaaien. Hoi. Hoi. Hoi, niet schrikken van mij. Mr. Scoos is mijn minister van kippenzaken. Hoi. Ja, goed zo. Ga maar door. Ga maar door. Hup, schiet op. En Dion, die was voor het... die is niet van hier, die is van Malido. Die is bezig voor het Atla nieuws. Of het Kingdom nieuws. Hij is in ieder geval bezig met iets voor Atla. Wat hij hier precies komt doen, ik heb werkelijk geen flauw idee. Maar ja, hij was van harte welkom. Want zo zijn wij hier op Atla, hè. Wij gaan niemand buitensluiten. Als mensen zoiets hebben van, ik wil graag eventjes op Atla komen kijken, dan mogen ze van mij op Atla komen kijken. Oh, ik heb er zin in. Gewoon Krax overnemen. Ha, daar hebben we weer een nieuw stukje land om op te bouwen. Want Atla is zo vol als dat maar kan. Moet eens even daar kijken. Als je nou gewoon vanaf hier naar daar kijkt. Gaan we eventjes hier in deze lounge. Zullen we het maar noemen. Hompitompitom. Zo. Moet eens even van die vier kijken. Als die überhaupt wil laden. Dat zou ook nog wel leuk zijn. Yo, spel. Laat nu. Of niet, natuurlijk. Maar daar hebben we de verdedigingswerken. We hebben hier het schip. Hier is natuurlijk dat hele grote boomhuttendorp. Daarachter ligt meteen de grote boom van Calisius. En daar liggen de grote tempels. Dus wat er ook gebeurt hier op Atla, we hebben eigenlijk geen ruimte meer om te bouwen. Deze kant is helemaal volgebouwd. We hebben geen ruimte meer. We hebben ruimte nodig. En Krax, ja, spijt me zeer jongens voor de mensen van Krax. Maar Krax is een prachtig landje en dat willen wij maar al te graag hebben. En zeker als onze heilige kip er geland is. Want waar onze heilige kip zich vestigt, daar zullen wij ons ook vestigen. Vaak gamers, ik hoop dat jullie ons steunen in de strijd tegen Krax. Als jullie tips hebben, informatie over dingen die jullie op Krax video's gezien hebben. Bijvoorbeeld locaties van geheime kamers, geheime opslagruimtes. Laat ze alsjeblieft achter in de comments. Laat Atla overwinnen. En dan zie ik jullie misschien de volgende keer wel terug tijdens een overwinningsvideo hier voor Atla. En voor nu ga ik vragen. 1000 groene duimpjes. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug bij meer de Kingdom. Mazzel!